Hallo en welkom weer bij een nieuwe videoles van Forberta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar gevaren voor straling voor de mens. Straling is natuurlijk gevaarlijk, maar hoe en waarom is die gevaarlijk? En dan is het eerste natuurlijk, straling is gevaarlijk omdat straling moleculen kapot kan maken. En waarom zou moleculen kapot maken nu een probleem zijn? Nou, verschillende redenen. Moleculen in je lichaam zijn dingen als, nou, van alles en nog wat. Ik pak alleen de belangrijkste twee dingen die kapot kunnen gaan worden gemaakt. Namelijk celwanden. Als je de wand van een cel beschadigt, dan is die cel kapot. En als die cel kapot is, dan doet hij het niet meer. Of je kunt DNA kapot maken. DNA, de computercode in het menselijk lichaam, als je die sloopt, al is het maar in één cel, dan zou die cel ineens iets heel anders kunnen gaan doen dan wat eigenlijk de bedoeling is. En als een cel wat anders doet dan wat eigenlijk zijn bedoeling is, ja, dan doet hij het dus niet meer. Dan doet hij het verkeerd. En ja, straling is ioniserend, dus is gevaarlijk. Dan is het wel zo dat cellen op bepaalde momenten het meest kwetsbaar zijn. En cellen zijn het meest kwetsbaar op het moment dat ze delen. Op het moment dat ze delen, dan heb je namelijk het moment dat het DNA wordt gekopieerd. En als je tijdens het kopiëren op een van de twee halve strengen precies een stukje kapot schiet, dan gaat het helemaal fout. Verdorie, 1 seconde. Oké. Excuses. Cellen zijn dus het meest kwetsbaar als ze aan het delen zijn. Maar dan is er nog een tweede stuk. En dat is dat we gaan kijken naar stralingsdosis. Dosis is letterlijk de hoeveelheid straling die je binnen mag krijgen. Maar je kunt eigenlijk zeggen, dat kun je zien als de hoeveelheid straling per kilogram. Dat is de heel lelijke manier om het te doen. En dan ook nog keer een bepaalde gevarenfactor. Je zou namelijk kunnen zeggen van, als je bijvoorbeeld je hand aan het bestralen bent. Je hand, cellen delen daar niet zo heel vaak in. Dus de gevarenfactor van je hand zou je lager kunnen zetten dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een deel van je lichaam waar heel veel celdelingen plaatsvinden. Je spijsverteringsstelsel. Want je spijsverteringsstelsel, ja, herstelt zich de hele tijd van beschadigingen. Als je een keertje bijvoorbeeld een schipje opeet zonder te kauwen, waardoor je, nou, eigenlijk een lange streep door je slokdarm aan het trekken bent met iets scherps. Ja, daar zal je lichaam meteen op moeten herstellen. Dus celdeling. Maar dit gaan we natuurlijk iets netter doen. Door te zeggen, de dosis is, nou ja, de hoeveelheid straling. De hoeveelheid straling kun je in joule uitdrukken. Dus dan zet ik hier eens even een E van energie. De kilogrammen, dat is natuurlijk de massa. En dan zet ik hier een, nou, zoals een F neerzetten voor de factor. Vind ik wel een mooie. Dus waar staat elke letter voor? De D staat voor de dosis. En die heeft natuurlijk ook zijn eigen eenheid. Dat doen we in sievert. E is de energie in joule. M is de massa van wat er bestraald is. En die moet altijd in kilogram. En dan hebben we nog F. En F is een factor. En die factor kunnen we zeggen bij alfastraling. Want alfastraling is heel gevaarlijk. Als het je weet te raken,
is gelijk een factor 20. En in alle andere gevallen, beta, gamma, röntgen, is de factor 1. En dan hebben we een standaard formule. Dan kunnen we natuurlijk nog wel dingen gaan zeggen van, wanneer is iets echt gevaarlijk? Als de dosis per jaar mag op dit moment in Nederland maximaal 20 millisievert zijn. Maar je kunt ook zeggen de dosis, ik dacht per CT-scan, is al 6 millisievert. Dus dan zou je in theorie 3 CT-scans op een jaar mogen hebben. En dan ga je over de limiet heen wat je erbij zou mogen krijgen. Je kunt ook zeggen de maximale dosis van 100 millisievert zorgt ervoor dat je je per direct misselijk voelt. En een dosis van 1 sievert betekent een bepaalde kans dat je misschien wel gaat overlijden. Well, that's it. Preciezere getallen en dingen, zeg maar, precieze hoeveelheden, lang leven tabellenboeken. Doe het hier maar mee. Kijk nog een keertje in je boek voor exacte data, exacte verdere gegevens. Als je heel graag van getallen houdt. Maar dit is het globale beeld van dosis en straling. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ik ben Jan-Willem van Voorbeta.